Nou, het wordt denk ik best spannend. Het is de eerste echte triathlon van het seizoen. We hebben een warm-up gehad indoor in een wedstrijd in Luxemburg. Maar ja, deze wedstrijd gaat het echt om spannen. Omdat het niet alleen de eerste triathlon is en ook gelijk een internationale triathlon. Maar ook gelijk EK-kwalificatie voor onze Nederlandse triatleten. 29 mei ook Zwevegem was EK-kwalificatie. Daartussen zit nog het Nederlands kampioenschap in Weert. Dus het wordt nu payday. Jongen. 40 dames junioren uit 10 verschillende landen vertrekken op 30 april voor de eerste ETU Junior Cup van 2011, die in Tournai. Een mooi internationaal startveld dus voor de Nederlandse junioren om zich voor het eerst in 2011 te gaan meten. Het is de Belgische Charlotte Deldale die als eerste het water verlaat. Bij haar ook de Sloveense Monika Orazem. Kort daarachter zit Ilona Eversdijk met een zwarte badmuts die een goed zwemonderdeel afwerkt. Op 1.15 van de kop is het hier Sarissa Zijlstra. En ook kort bij haar zit de Nederlandse Brit de Waal. Maar het zijn Monika Orazem, Charlotte Deldale en Aneta Grabmullerova, de Tsjechische, die met z'n drieën als eerste de wissel inkomen. Er moest bijna 200 meter worden gelopen voordat men in de wissel kwam. De drie zijn vertrokken voor de 20 kilometer fietsen. En zij zullen er alles aan doen om weg te blijven bij deze atletes. Onder andere hier ook bij dus Ilona Eversdijk, laatstejaars junior. En ze zit goed van voren in de wedstrijd. Eversdijk is ook vertrokken voor het fietsonderdeel. Dan krijgen we hier Sarissa Zijlstra. Had niet haar beste zwemonderdeel hier in Tournai. Kwam niet goed weg bij de start. Maar we gaan kijken of ze het toch recht kan zetten nog tijdens het fietsen en het hardlopen. Ook Zijlstra vertrokken. Met kort daarachter ook de Nederlandse Brit de Waal. Ook Anke de Boer is vertrokken. Wel met een achterstand van bijna 3 minuten op de kop. Het zijn nog steeds de drie vooraan. Orazem, Deldale en Grabmullerova. Daarachter een groep van 10 atletes met daarin geen Nederlandse junior. Daar kort achter zit deze Ilona Eversdijk. Zij bungelde tussen twee groepen in. Want in de volgende groep, daar zit Sarissa Zijlstra en ook Brit de Waal. Eversdijk zou in de tweede ronde uit de wedstrijd stappen. Dan krijgen we de drie terug in de wissel. Orazem, Deldale en Grabmullerova. En het zal vooral opletten worden voor deze Sloveense Orazem. Maar het is de Belgische Charlotte Deldale die als eerste vertrokken is voor de 5 kilometer lopen. Maar Orazem zit er gelijk bij. En ook de Tsjechische Grabmullerova. Dan de achtervolgers. Met daarin dus geen Nederlanders, maar wel met de Italiaanse Giorgio Priarone. Een goede loopster, dus die zullen we zeker van voren zien tijdens het looponderdeel. Ook de Tsjechische Nika Kočar zit hier bij in deze groep. En ook deze atleten zijn op het laatste onderdeel aangekomen. Dan de achtervolgers met hier op kop Sarissa Zijlstra. Op de achtergrond een klein drama tijdens de wedstrijd. Een bus zou inrijden op een te lage loopbrug. Echter, de wedstrijd onttrekt zich grotendeels aan dit ongeval. De atleten kunnen toch hun weg vervolgen.
Dan krijgen we na 2,5 kilometer hardlopen de Sloveense Monika Orasem ruim aan de leiding in de wedstrijd. Voor de Belgische Charlotte Deldalen. En Aneta Grabmullerova op de derde plaats. Maar sterk in opkomst is deze Italiaanse Giorgio Priarone. Sarissa Zijlstra rond de 15e positie in de wedstrijd. De winst gaat naar Slovenië, naar Monika Orasem. Zij wint in 1 uur 4 minuten en 55 seconden. De Italiaanse Giorgio Priarone loopt dan naar de tweede plaats toe. Op ruim 1 minuut van Orasem. Charlotte Deldalen complementeert het podium op de derde plaats. Op een 15e plaats komt dan de eerste Nederlandse binnen en dat is Sarissa Zijlstra. Dan krijgen we de tweede Nederlandse, wordt Anke de Boer op een 18e plaats. En op een 21e plaats krijgen we Britt de Waal. Ja, het zwemmen helaas wat teleurstellend. Ik kwam achterin te liggen. Een beetje slaanderijen was er allemaal. Maar gelukkig kon ik mijn fietsen terugpakken. En met lopen, ja, gewoon vechten voor mijn plaats. Het zijn toch wel lastige wedstrijden, denk ik? Ik vond het best pittig, inderdaad. Maar ik had vooral moeite met het zwemmen dit keer. Had je gewoon met de mensen naast je die echt begonnen te douwen en trekken? Ja, ik werd gewoon ingesloten en trekken, slaan, duwen. Eigenlijk alles. En dan heb je een achterstand, hè, van 1,20 na het zwemmen. En dan? Ja, ik probeerde... Nou, niemand wou meewerken op de fiets. Dus ik heb het initiatief maar genomen om op kop te gaan rijden. Want ja, ik wil natuurlijk wel positie houden. Dus heb ik gewoon keihard gefietst. Ja, het zag er ook sterk uit, je fietsonderdeel. Hoe ontwikkelde het zich op het lopen nog? Had je toen nog wel energie over? Ja, ik merkte wel dat het een beetje minder was geworden. Maar ik kon op zich nog wel tempo houden. Maar niet zoals het oude wat was. Maar ik heb het nog wel kunnen finishen, zeg maar. Het positieve van vandaag? Het positieve van vandaag. Ja, het fietsen denk ik toch. Daar ben ik wel heel blij mee. Geef me toch hoop voor de volgende wedstrijden. En het zwemmen kan nog toch voor verbetering vatbaar? Kan veel beter.